Hey, Bart Valkenier hier van MaakIetsMedia.nl. Ben jij docent of sta je vaker voor groepen iets te presenteren? Deze tool moet je hebben, Epic Pen. Aanwijzing, tekenen en kliederen over alles op je scherm heen. Super handig. En als jij snel bent, krijg je van mij de pro-versie je leven lang cadeau. Bam! Hoe? Nou, dat vertel ik je wel aan het eind van de video. En wat is Epic Pen nou eigenlijk? Nou, het is een klein tooltje dat je downloadt, installeert en dan krijg je een klein werkbalkje in beeld. Ja, het is gewoon super simpel en het heeft eigenlijk helemaal geen uitleg nodig. Maar toch, ik zal je even laten zien wat je er allemaal mee kan. Maar eerst, ja, waarom vind ik het nu zo tof? Nou, ja, ik gebruik hem bij al mijn lessen, maar ook hier op maakitsmedia.nl bij al mijn uitlegvideo's en zo. Nou, herken je dit? Jij zit vooraan bij je laptop met je scherm achter je, grote ledbord achter je. En de leerlingen zitten natuurlijk allemaal zo ver mogelijk achteraan. Ja, en van die afstand kan je met de beste ogen niet die knopjes of tekst zien die jij wel recht voor je snuffert hebt. En ook zien ze echt niet wat jij met je muis probeert aan te wijzen. Met Epic Pen kan jij met een druk op de knop je muis veranderen in een pijl en daarmee heel duidelijk iets aanwijzingen. Of een rechthoek gebruiken of gewoon door te tekenen. En je hoeft trouwens dus ook helemaal niet op te staan en naar het bord te lopen. En daarmee dus je ogen van je klas te halen. Nou, het gaat over al je programma's heen. Gewoon direct op je scherm. Dus je bent niet afhankelijk van andere aanwijzen en teken- of schrijftools die in online methoden of wat dan ook zitten. Ja, laatst gaf ik weer trouwens een blended training aan docenten van het Udens College in Uden. En ze wilde direct weten hoe ik dat deed. Alles zo handig aanwijzen met die gele pijl en zo. Nou, dus toen dacht ik, bam, ik ga er nu deze video van maken. Maar je kan er ook meer mee. Je kan je muis markeren met een animatietje als je klikt. Instellingen, hoe lang alles zichtbaar moet zijn. Nou, tekenen, markeren en ook teksttypen kan. Lijnen en rechthoeken en pijlen dus. Maar die kan je ook weer uitgummen of de dikte daarvan instellen. Of ongedaan maken. Weggooien. En wat dacht je van een white en een black board waar je overheen kan tekenen en pijlen trekken en zo. Nou, schermopname maken kan natuurlijk ook. En ook direct opslaan daarvan. En natuurlijk ook zijn er verschillende kleurtjes te kiezen. Bij de instellingen kan je ook instellen met welke sneltoetscombinaties je de tools wilt bedienen. En dan doe je bijvoorbeeld Ctrl-Shift-A en dan krijg je de pijl. Nou, al deze combi's kan je ook aanpassen. En trouwens, even heel snel tussendoor. Ik heb ook de Stream Deck van Elgato van, met 6 knoppen. Nee, die heb ik zo al ingesteld dat die Epic Pen bedient. Als ik dan voor de klas iets uitleg en zo en heel druk daarmee bezig ben, hoef ik niet op Epic Pen te klikken of een sneltoetsencombinatie te onthouden. Ik druk gewoon op de knop. En ook de vergrootglas tool van Windows zelf heb ik erin gezet, zodat die leerlingen het op de achterste rij helemaal echt goed kunnen zien. Nou, in combinatie met Epic Pen is dit echt de bom en super duidelijk voor je klas. Nou, dat wil je toch? Epic Pen kan je gratis gebruiken, maar dan ja, is toch eigenlijk bijna alles geblokt. De volledige licentie kost €24 per jaar, maar luister. Deze video staat hier op YouTube, maar ik zet hem ook op de Maak Iets Media LinkedIn pagina. En de eerste 10 personen die daar in de reactie typen, ik wil een gratis licentie, kom maar door, krijgen een code van mij waarmee ze voor altijd een leven lang alles van Epic kunnen gebruiken. Nou, de link naar die Maak Iets Media LinkedIn pagina staat hieronder in de beschrijving. Dus, snel! Ai, te laat, maar wil je toch Epic Pen hebben? Ik heb een klein dealtje met je. Als jij Epic Pen aanschaft voor die €24 per jaar via mijn link, dan krijg ik daar een bescheiden percentage van. Dus voor jou kost het geen cent meer, maar die paar euro die ik ervan krijg helpen om Maak Iets Media online en reclamevrij te houden. Dus ga niet zelf naar Epic Pen, maar klik even op deze link en die staat ook hieronder in de beschrijving bij de video. Dus maak jouw uitleg en presentaties superduidelijk met Epic Pen. Ik kan niet meer zonder. Maak iets.